Wij gaan lekker eten. En hier is de kip. Dat jullie kijken naar de eerste kerstdag. Ik heb een hele leuke appel die papa heeft gesneden. In mijn naam. Ik heb vandaag deze kerstdag over. Het is een mega gezellig kerst hier. Marco is moe en Sarah voelt zich nog steeds ziek. Oh, zo zielig. Vanochtend ging het wat beter met Sarah en ze wilde al heel lang de vlog overnemen. En toen gisteren had ze gevraagd of dat vandaag mocht. Toen dacht ik, nou, is goed, doen we. Toen heeft ze ook even wat om... Nou, het kijkt zo in mijn oogje. Ik dacht heel erg opeens. En na nou, net echt weer een ziek vogeltje op de bank. Marco is een nieuw bed aan het leggen. En we zouden een kerstbrunch doen. We hebben allemaal best wel uitgeslapen. Dus het is al 12:30. Maar ja, zij werd ook ziek. En dus Marco en ik die brunchen maar wat op de bank. Ze heeft gelukkig vanochtend wel wat gegeten. En een appeltje. Maar dat zit er in ieder geval in. Dus en ik wilde ook gaan douchen en aankleden, maar ik heb bij haar gezeten net. En ik douche en kleed me wel aan als zij weer wakker is. Want ik weet als ik nu ga douchen, ja, want ze wil echt niet naar bed. Maar het is gewoon beter voor haar. Ja, als ik dat nu ga doen, gaat ze echt gewoon niet slapen. En ze heeft het gewoon echt, echt nodig. Dus ja, het is de kerst voor ons nu. Ligt ze? Ja, hoeft ook. Ik ben trouwens nu wel aangekleed en opgemaakt, maar haar heb ik nog niet gedaan. Maar ik zat te kijken, Sarah die heeft Nurofen voor de ontstekingen. En deze is speciaal voor kinderen. Het staat er ook echt op. En toen ging ik lezen, even mijn duim erover, over onze gegevens. Staat er dit dus op de verpakking. Oppassen, pas op met alcohol in verband met maagklachten. Maar het is voor kinderen. Vanaf 3 maanden en geloof ik tot 12 jaar of zo. Ja. Waarom staat er oppassen met alcohol? Je geeft je kind toch geen alcohol? Ligt dat aan mij? Ja, maar het is toch absurd dat die waarschuwing op kindermedicatie staat? Ik kan er echt niet bij. Maar oké. Okay. En ik ga nu koken. Ik heb mijn schaal voorverwarmd in de oven. En een beetje boter. En ik ga hem even pakken. Dat is die. En ik ga deze maken. Ik maak het kerst altijd wel een hele kip. Ik vind kalkoen minder lekker. Ik vind kip wel lekkerder. Volgens mij iedereen hier. Dus het is wel een beetje traditioneel gewoon een kip in de oven. Het ziet er wel heel mooi uit. Mooi kip. Kijken. Ja. Kijk. Is die? Zo. Zo. Dan gaan we het even schoonmaken. En ik ga hem even verder. Zo. Ik had er wat vuurwerk af voor de deur. Cadeautjes doen. Ja, Sarah voelt zich even goed, dus we gaan er gelijk gebruik van maken. Wil jij ze uitdelen dan? Voor wie? Oh, voor wie is die? Staat er geen naam op? Nee, die is voor jou. Oh, is die van mij? Ja. Wil je wat filmen? Dan moet je wel kijken wat je film op. Oké. Gaan we kijken wat erin zit. Oei. Dat is leuk. Zo, ik denk aan het lintverjaardag, maar je hebt die. Nou, eens kijken, wat denk je dat het is? Oh, zullen we samen helpen? Doen? Kan je helpen? Ik wil hem maar voor je. Ga je hem open scheuren? Ja.
Wat zou het zijn? Ik heb een open kant. Ik heb een open kant. Oh. We doen het samen. Dat is hier aan de kant. Staat. Wat denk je dat het is voordat je kijkt? Voordat je kijkt, wat denk je dat erin zit? Oh, ze weten het al. Ah, sneaker wedges. Papa houdt van sneaker wedges, want ik heb al sneaker wedges van jou. Die zijn wel cool, hè? Ja. Ja, leuk. Dankjewel. Steve, voor jou? Nou, kom maar hier. Kom gezellig hier zitten. Ik wil het wel eens zien wat daarin zit. Spannend. Wat is dat? Wow. Wauw, die is cool. Die is echt heel cool. Ja. Wat een mooie trui. Ben je er blij mee? Ja. Ook voor mij. Ook voor jou, nou vooruit. En wat is dat dan? Oh, dat vind jij helemaal niet leuk. Wel. Wat is dat dan? Een coole rok. Een coole rok? Dat is wel heel cool bij elkaar. Ja. Ja. Nou, kies een cadeautje uit. Weer Sarah? Ja. Weer Sarah? Ja. Je denkt niks naar de bank lopen, dat duurt te lang. Ik wil weten wat erin zit. Dat is die je zo graag wilde. Ja. Maar het is nog wel heel erg groot. Dat valt mee hoor. Iets. Maar ik denk dat die meer voor de zomer is. Wauw, die wilde je zo graag. Die vond je zo cool. Ja. Ja. Tegenwoordig noemen we het wel een jumpsuit. Een jumpsuit. Vroeger zeiden we wel catsuit, maar die waren wel iets sexier, zeg maar. Oh, voor wie is die dan? Weer voor Sarah. Voor wie? Voor papa. Voor papa? Krijgt hij zomaar ook een cadeautje? We gaan lekker eten en hier is de kip en we hebben lekker boontjes met spekjes die denk ik zo niet ziet en aardappeltjes en de koningin zit aan tafel. Voor jou de eer, je mag hem aansnijden. Oh, daar gaat hij. Heb je de trek in, Sarah? Je gaat er ook echt voor staan, ik vind hem hilarisch. Christmas dinner. Helaas ging het alleen maar even goed met Sarah. En na het eten... Hi, kom je kijken? Wil je in beeld? Hi. Na het eten is ze gelijk weer naar bed gaan. Kom hier. Kom dan. Nee, wil je niet. Kijk, kom je even hallo zeggen. Zeg maar hallo. 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 Maar goed, ze ligt dus weer op bed. Vroeger zelfs dan in normale bedtijd, terwijl ze wat later kwam van kerst. Dus ja, gaat heel goed deze kerst, echt. Kindje heeft de hele dag eigenlijk alleen maar geslapen. Ik heb mijn haar trouwens gewoon niet gedaan verder vandaag. Ik had er geen zin in. Wil ik net even mijn nieuwe schoenen passen? Kom ik er niet in. Dus ik denk, dat kan niet. Kijken, hebben ze verkeerde maat ingepakt. Dus ze zijn gewoon te klein. En ik kom er ook echt gewoon niet in.
Echt heel fijn, dus ik kan mijn kerstcadeau gaan ruilen na de kerst. Top. Nou, ik heb het nu echt veel te laat gemaakt, nog later dan normaal. Maar goed, Marco staat morgenochtend op met Sarah en ik kan blijven liggen. Want ik heb nog wel wat dingetjes gedaan. Dus ik ga wel de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot morgen.